Louis Kampman, fractievoorzitter van LAS. Uw partij heeft een voorstel, een motie ingediend om de openingstijden van de winkels op zondag van 12 uur te brengen naar 9 uur 's morgens. Waardoor is deze motie ingegeven? Dat klopt, dat hebben wij gedaan. Tijdens corona waren er ruimere openingstijden voor dit soort winkels. Hè, winkels die levensmiddelen verkopen. En na corona, hè, want dat viel onder de coronaregels, na corona zeg maar, is dat teruggedraaid door de overheid. De gemeente Almelo heeft dat nog een behoorlijke lange tijd gedoogd. Alleen de gemeente Almelo heeft nooit het beleid aangepast. En op een bepaald moment, begin september was dat, toen heeft de gemeente Almelo de boel weer teruggedraaid. En konden de winkels pas in één keer weer om 12 uur open. Dus de mensen konden zeg maar niet meer naar de winkel en niet meer naar de bakken. Dus ja, dat was lastig. Wat wilt u met deze motie bereiken? Wij willen eigenlijk bereiken zeg maar, dat de oude situatie, de ruimere openingswinkeltijden zeg maar, voor levensmiddelenwinkels, dat die gewoon zeg maar, in het beleid wordt verwerkt. Nou, hij noemde het ook een glijdende schaal van de 24-uurseconomie. Nou, daar zijn wij eigenlijk ook wel mee eens dat dat een glijdende schaal is. Wij zien de zondag vanuit ons eigen christen zijn en de ChristenUnie ook als een rustdag. En dat is op meerdere redenen zo. Het is zo dat we in deze maatschappij al heel vaak en 24/7 aan het werk zijn. En er is steeds meer behoefte onder jongeren, maar ook onder ja, iedereen aan een stuk rust. En wij zien de zondag daarvoor als een geschikte dag om even tot rust te komen, om even te consumeren, om een keertje te zeggen ook van het is ook een keer genoeg. En het overkomt ons niet, die 24-uurse economie, maar we kunnen zelf ook zeggen nee, vandaag doen we dat even niet. En dat geeft ook een stuk rust. En die rust om gewoon eens een boek te lezen of gewoon eens even stil te staan, een stuk bezinning, dat is voor ons heel erg belangrijk. Wat hoopt u met uw opmerkingen te bereiken? Nou, het bewustwordingsproces dat we gewoon ook een dag mogen hebben waarin we of vieren of bidden of gewoon overdenken en even stil mogen staan en niet altijd maar door te rennen in deze gejaagde maatschappij. Wat vond u van haar opmerkingen? Ja, er zijn opmerkingen zeg maar, van de ChristenUnie. Het is een christelijke partij, dus die begrijp ik wel. Alleen, zoals ik al aangaf in mijn bijdrage, je kunt het niet tegenhouden. Ook al wil je het tegenhouden, je kunt het niet tegenhouden. Je ziet overal, zie je al dat het gebeurt. In 80% van de gemeenten in Nederland is dit al doorgevoerd. Als je naar Duitsland heen gaat, kun je ook zondagsmorgens broodjes halen bij de bakken. Dus je kunt het niet tegenhouden. Je moet gewoon meer zeg maar, in die kant op. Er komt nog een voorstel van het college over die openingstijden. Ja, dat klopt. Dus dat duurt denk ik een week of zes. En dan, dan zien we wel zeg maar, hoe het dan verder loopt. Wat verwacht u qua stemming? Nou, hetzelfde nu als nu eigenlijk, hè, dat bijna de hele raad voorstemt. Dank u wel. Graag gedaan.